In het provinciale erfgoedcentrum in Eename hebben leden van het ICOM, dat is een vereniging van musea en museummedewerkers, afgelopen donderdag een rondleiding gekregen. Eerst brachten ze een bezoek aan het erfgoeddepot. Ik heb al een aantal facetten bijgeleerd, namelijk dat zuurstofarme omgevingen belangrijk zijn en dat ook het nuttig is van textiel op een goede manier op te hangen. Er lopen momenteel twee tentoonstellingen in het Erfgoedmuseum. Deze tentoonstelling is de tentoonstelling hashtag collectievissen in Oost-Vlaamse provinciale depots. En die gaat over eigenlijk de depotwerking van de provincie Oost-Vlaanderen. De titel hashtag collectievissen verwijst naar een spel op Twitter, waarbij mensen linken kunnen maken tussen foto's, collecties samenstellen op die manier. En wij zijn gaan vissen eigenlijk in onze eigen collecties in de depots van de provincie. Er is ook nog een andere tentoonstelling en dat is Voorbij de horizon. Voorbij de horizon is een internationale tentoonstelling, een samenwerking tussen Frankrijk, Vlaanderen en Engeland. Die gaat rond de bronstijd, 3500 jaar geleden. Een periode die in de prehistorie past en we hebben zo dat idefix beeld van de prehistorische mens, een kop lang haar, knots op de schouder, klanken uitstotend. Dit klopt helemaal niet. Wij zitten hier duidelijk in een technologisch zeer geavanceerde maatschappij en de boot waar rond de tentoonstelling draait is daar maar één voorbeeld van. Hoe kan het dat deze prachtige replica van zo'n belangrijke boot te bezichtigen is in het kleine Eename? Eename is zo klein niet. We graven hier al van de jaren 80. Dit gebouw waar de boot zo schitterend in staat, was natuurlijk de gedoodverfde kandidaat voor dit internationaal project, want het is een samenwerking. De tentoonstelling is ook rondreizend. Ze komt van Boulogne-sur-Mer. Ons museum is in volledige herbouw en heeft geen tijdelijke tentoonstelling. En dat was uiteraard deze locatie, de gedoodverfde locatie, om deze prachtige tentoonstelling te herbergen. En van hier gaat ze dan uiteindelijk terug naar huis, namelijk naar Doever, waar de oorspronkelijke boot werd gevonden. Ik had dat dus nooit verwacht. Dus dat er in de bronstijd zo'n technologische kennis aanwezig was om met schepen toch de zee over te varen. En het aanhalen van basisproducten zoals stin uit Zuid-Engeland. En op die manier dus die voorwerpen te maken. De bronzen voorwerpen, die dus eigenlijk heel belangrijk waren, zowel militair als bijvoorbeeld in de landbouw. En ja, het was voor mij echt een heel mooie tentoonstelling. Ja. De tentoonstelling Voorbij de horizon loopt nog tot 26 mei. Je kan ook nog een bezoek brengen aan de tentoonstelling hashtag collectievissen tot 2 juni. Allebei zeker een bezoekje waard. Meer info vind je op www.oostvlaanderen.be/erfgoedcentrum.